Surinaamse en Nederlandse militairen hebben de Beliebrug op het terrein van de Ayoko-kazerne te Para opgeknapt. Het opknappen van de brug is tijdens een jungle training gedaan die de samenwerking symboliseert tussen de twee landen. Gebruikmakend van de gelegenheid heeft president Chandrika Prasad Santokhi gisteren een bezoek gebracht aan de kazerne. Volgens Cas Greurs, major van de Nederlandse Genie Luchtmobiele Brigade, trainen de twee militaire eenheden voor het eerst in 12 jaar weer samen in de jungle van Suriname. Volgens minister Krishna Kumari Mathura is haar ministerie afhankelijk van een goedkeuring van de begroting om zaken van het leger te bewerkstelligen. In totaal gaat het om zo'n 250 militairen. En trainen is noodzakelijk. Nederlandse militairen, zeker ook mijn eigen, worden namelijk overal ter wereld ingezet. En er is geen gebied op aarde uitdagender dan de jungle. Hoge temperaturen, luchtvochtigheid, de aanwezigheid van gevaarlijke dieren en planten die erop uit zijn om ons aan te vallen en de dichte begroeiing maken overleven in de jungle bijzonder moeilijk. En biedt daarmee voor onze militairen de meest uitdagende trainingsomstandigheden die we eigenlijk kunnen vinden. We hebben ook transport gaan we aankopen dit jaar. Dat hebben we geld op de begroting. Vorig jaar hadden we 0 cent op de begroting. Dit jaar hebben we, een aantal miljoenen op de begroting. Dus daar gaan we dit jaar investeren. Dus wat er is, we kijken naar onze begroting. En we kijken hoe we dat het best kunnen investeren. En los daarvan, wat we hebben, zetten we in ten dienste van die samenleving. Wij geloven dat gemotiveerde mensen, competente mensen heel erg belangrijk zijn. Enthousiaste mensen heel erg belangrijk zijn voor elke organisatie. Dat zie je hier ook. Dat zie je in die samenwerking tussen Nederland en Suriname. Volgens het staatshoofd is het altijd goed dat legereenheden samenwerken met elkaar. Het gaat niet alleen om samenwerkingen van oorlogen, maar ook verbrandende kwesties dicht bij huis. De samenwerking op militair gebied geschiedt niet alleen met Nederland en de Verenigde Staten, maar ook met de buurlanden. Dat we als Surinaamse leger ook moeten, het leger goed moeten voorbereiden op andere missies. Die kunnen komen waar de wereld kan vragen aan de lidstaten om een bijdrage te leveren aan die wereldvrede. En dat kunnen zijn vredesmissies, dat kunnen zijn andersoortige missies waarbij je als land een bijdrage moet leveren. Nou, dan moet jouw leger ready zijn. Dan moet jouw leger kunnen optreden op basis van internationale normen, standaarden en procedures. Nou, deze trainingen geven jou de ruimte om te komen tot die standaardisering. Kennis is bijzonder belangrijk, maar gezamenlijke oefeningen. Die vergroten ook vertrouwen. En aan de andere kant is het bijzonder belangrijk om te kijken naar de andersoortige taken van het leger, zoals genie. Het bouwen van bruggen. Ga maar zelf naar, u gaat naar het binnenland, ik ga naar het binnenland. Hoeveel problemen er niet zijn in het binnenland die aangepakt moeten worden in de infrastructurele sfeer. Als we daar voldoende community betrokkenheid hebben, dan kunnen de lokale gemeenschappen ook trainen en ondersteunen om zeer simpele, basale zaken in het binnenland aan te pakken. Vanuit de Nederlandse ambassade is er materiaal gedoneerd ter ondersteuning van de jungle training. De Nederlandse ambassade heeft 20 aggregaten geschoten aan het Surinaams leger die zullen zorgen voor schoon drinkwater en elektriciteit op moeilijk bereikbare plekken.